Beste voetbalvrienden, bijzonder hartelijk welkom hier vanmiddag in het Kerk in Westerlo voor deze laatste reguliere competitiewedstrijd tussen Westerlo en Oostende. Eerst welkom uiteraard aan onze eigen supporters. We hopen vanmiddag dat u ook met raad en daad ons zal bijstaan en de nodige decibel zult produceren. Al hopen wij zeker dat u die decibel zal opsparen voor de eindronde, want dan hebben we ze van harte nodig. Uiteraard ook welkom aan de kampioenen van tweede klasse dit jaar, de bezoekers van Abacus, KV Oostende, met de mijlen voorsprong en ook verdiend uiteraard kampioen dit jaar in de tweede klasse. Zij maken een heerlijke uitstap naar de Verre Kempen en zij hebben het goede weer meegebracht. Welkom kustjongens en meisjes.
Wow, ik denk over de hele wedstrijd te zien, denk ik dat het billig gelijkspel is wel, denk ik. Dat wel even goed 2-2 of 3-3 kunnen zijn, denk ik. En dat was misschien nog leuker geweest voor de supporters. Maar ik denk al bij al dat het verdiend gelijkspel is. Eerste helft werd ook heel gretig, heel aanvallend begonnen, hè? Ja, ik denk vooral het eerste kwartier, 20 minuten, denk dat we zeker baas waren. En we krijgen dan ook een mooie gelegenheid om op 1-0 te komen. Jammer genoeg wordt dat gemist, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar nou, het is nu niet zo en dan komen zij een beetje geleidelijk aan in de wedstrijd. En ik denk dat het verloop van de wedstrijd een beetje gelijk opgaand was. Werd er iets speciaal gezegd tijdens de rust daarover? Ja, ik denk dat de trainer daar best tevreden mee kon zijn. En ja, we hebben die lijn proberen door te trekken de tweede helft. En ja, ik denk al bij al dat we tevreden mogen zijn over onze wedstrijd. Een heel mooi gebaar van de supporters vandaag. Ik bedoel, en ook van de trainer en van iedereen. Ik heb vandaag afscheid mogen nemen op het veld. Dat is toch het mooiste wat je kan voorstellen. Ik heb hier zoveel mooie jaren gehad. Ik heb hier ongelooflijk veel plezier gehad. Maar het was tijd voor iets anders. En ja, dit pakt mij wel. Ik bedoel, ik ben hier 12 jaar geweest. Het is toch een deel van mijn leven. En dat vergeet je dan niet. De mensen, je hoort dat, dat voel je gewoon. En als je dan nog zo afscheid kunt nemen, ja, daar droom je van. Dat is plezant. Jouw persoonlijke hoogtepunten in die 12 jaar hier in Westerlo? Ja, het absolute hoogtepunt is 2001, de winnen van de beker van België, denk ik. Dus we hebben hier nog mooie zegens gehaald tegen Anderlecht, 6-0, 5-0. Dus daar was ik ook altijd bij. We hebben Europees gespeeld op Hertha Berlijn. Ik bedoel, dat waren allemaal mooie herinneringen. Dat is allemaal wat je moet koesteren. En zeker met dit Westerlo. Maar ik wil de mensen hier enorm fel bedanken voor die 12 jaar die ze voor mij gedaan hebben. En als je dat vandaag zo afscheid kunt nemen, is dat voor mij heel mooi. Het leven na het professionele voetbal. Heb je al een idee hoe je dat gaat invullen? Nee, ik ben er eigenlijk nog niet mee bezig. Ik ga gewoon nu genieten ervan. Echt van mijn vrije tijd genieten, van mijn kinderen, van mijn gezin. En ik denk dat die mensen hebben mij ook 15 jaar heel hard gesteund. En nu is het mijn zaak voor die terug te doen. En we gaan kijken wat er op ons afkomt, zullen we wel zien. Heel emotioneel afscheid van Bart Elkins. Ik heb nog samen meegespeeld. Het is 12 jaar geleden. Toen was die nog jonge. Ik weet niet, ergens 19, 20 jaar. Heel verlegen. En ik kom hier als nieuwe speler. Ik heb met hem heel veel watertjes doorgezwommen. En ik wens hem alles beste in verdere carrière. Dat was zijn eigen keuze. Dus man moet die gewoon accepteren. Ik denk, als je ziet het potentieel dat Westerlo heeft, denk ik, in mijn ogen, zijn ze in principe favoriet voor die eindronde. Ik wens alleszins wederom toch het beste voor in de eindronde. En hopelijk kan het tijd waarmaken in die eindronde. Ik kan 3-3, 4-4 of misschien kunnen we ook winnen met één doeltje. Verschil. Maar vandaag waren twee keepers uitblinkers bij alle twee ploegen, dus het is niet van vandaag geweest. Niet voor ons, niet voor Oostende.